Ik heb een heel toffe gast op bezoek. Ik heb Delphine leren kennen als ik met de boeken in de boekenwinkel mocht staan. En jij ook. Zo hebben we elkaar leren kennen en dan klikt ze direct. Zij heeft mij enorm geïnspireerd, enorm. En vooral leuke voeding, gezonde voeding, maar dat lekker is. Dat is een belangrijk punt. En we gaan nu iets maken, een ontbijt granenreep, zal ik zo zeggen, die ik eigenlijk in de plaats van gewoon boterhammen, want ik weet, ik ben nogal een broodeter, maar daar ben ik een beetje van afgestapt, want mijn kilootjes gaan er zo mee aan. Dus dat willen we vermijden. Om toch iets gemakkelijks 's morgens te kunnen eten, is dat ideaal. Voilà, voilà, dan gaan we samen klaar. Vooruit is een nieuwtje dat met de thermomix te werken. Dus ja. Ben reuze benieuwd, maar ik ben, voilà. Ben nu al onder de indruk. Dus, Het idee is eerst dat we chocolade, je kunt tabletjes gebruiken, maar ik ga dat nu niet doen. Ik ga een blok, want niet iedereen heeft tabletjes van chocolade. En dan kunnen we laten zien dat we chocolade daar kunnen in doen. We hebben een weegschaal, kijk. Dit is tijd, temperatuur en snelheid. Ga je zoiets zien, Delphine. Ja. We swipen naar links en we hebben daar een weegschaal ineens. Ja? En we kunnen dan zo de blokken chocolaatjes daar gewoon in duwen. Ja? 70 gram zouden we moeten hebben. Oei, ik heb iets te weinig. Moet ik naar alles te doen? Voilà. Oh, die geur van de chocolade ben ik al. Dat was al een van de leuke dingen dat ik direct zei. Oh, chocolade, dat mag wel. Alles met chocolade is eigenlijk lekker. Top, hè? Maar het is wel donker, de zwarte. Ik vind dat persoonlijk een van de lekkerste. En de gezondste. We sluiten hier af en dan kunnen we dat op turbo zetten. En turbo is eigenlijk een functie op het Thermomix. Thermomix heeft 10.700 toeren. Dus, maar dat is 1 seconde 10.700 toeren. Dus ja. We maken dat ook voor crunched ijs en zalmtartaar en rund staat dat daarin. Dat doet dat vanzelf. Verschiet niet, dat maakt lawaai. Hè? Dus we duwen op de turbo. Voilà. 1 seconde. 1 seconde. Als we hier op dat huisje duwen, gaan we dat terug. En dan gaat er al een gedeelte, maar ze zijn nog een beetje te groot. Dus we gaan daar nog een klein beetje bij doen. Wat anders gaan we te grote stukjes hebben om strakjes in die vorm te doen. Hè? Dan ga ik hier van boven eens kijken. Ja, de rest gaat ze biedt wel. Amai, ja. Met de dat gaat gemakkelijk. Dat gaat heel snel, hè? Ja, dus voilà. Dat gaan we erin laten en dan gaan we de andere ingrediënten erin doen. Dus de weegschaal weer op. En dan gaan we beginnen. Hè. Okay. Misschien eerst met de bloem. Die gaan we erin doen. Gebruik ik speldbloem. 100 gram zeker? Ja, 100 gram. Ik was ook nogal een keer aan het spieken. Maar. Ja. We kunnen dat allemaal niet van buiten. Hè. Nee. Voilà. Ja. Ja. Dus 60 gram havermout. Dus we duwen op Tara en dan gaat dat terug op nul. Oké. Okay. Dus je hebt ook veel minder afwast natuurlijk. Maar als je dat zo rechtstreeks erin kunt doen. Hè. Ja. Dus zo maak ik ook mijn havermoutpapjes morgens met melk en alles daarin. Op daarin en dat is heel snel. Ik heb daar nog niet een filmpje van gemaakt, maar ik ga dat ook eens een keer moeten doen. Voilà. Mijn zoon van 6, Marcel, die eet ongelooflijk graag havermoutpap. Ja? Elke morgen, het eerste wat hij doet als hij opstaat, is gaan wij papje maken. Dat is zijn ding, hè. Een eitje. Een eitje. Voilà. Dat gaan we erin doen. We gaan een beetje kruiden, speculaas kruiden. Lekker. Ja, ik ben zot. Steven is er iets minder zot, want daarom mag ik er niet te veel in doen. Ik moet mij altijd inhouden. Dat doet mij zo denken aan Sinterklaas en kerst. Ik ook. Ik heb er altijd leuke herinneringen bij. Dus. Tof. Weegschaal? Dus dat moet niet gesmolten zijn of niets. Dat kan er eigenlijk allemaal erin. Bij. Ja, dat gaat ze biedt alles mengen. Hè. Je mag kiezen ofwel pak de boter, maar ook maar in klontjes, in stukjes er ook in doen. Ofwel pak de kokos. Dan moet je kiezen wat je graag gebruikt. Maar het is elke keer, het is 100 gram zeker. Hè. Ja. Dus ik ga dat met een tweede lepel doen. Het ziet er nu al super makkelijk uit eigenlijk, hè? Als je alles zo samen kan. Ah, wel, maar ik doe dat meestal zo s'avonds, als ik gedaan heb met de maaltijd, de afwasmachine, en dan doe ik dit al.
En dan zet hij dat al in een oven. Die is al soms al vol verwarmd van een ander gerecht. Ja. En ik laat dat zelfs in mijn... Dus ik zet dat op, ik zet mijn oven af en ik laat dat in de oven staan. En dan de dag daarna moet ik mijn oven doen. Die koeken, dat moet je wel niet vergeten. Dat ze dat ze erin zitten. En wij kunnen direct 's morgens, zeker als het 's morgens heel snel moet gaan, ja, vind ik dat reuze. Dat is echt, iedereen heeft het druk, hè, tegenwoordig. Ja. Zelfs als je op reis gaat, is dat ook heel handig. Ja, dat is wel waar. Zo'n snack on the go. Snacken, maar een gezonde snack. Een gezonde snack, ontbijt snack. Voilà, het is dat. En dat vult enorm, hè? Ja. Ja, dat je terug honger hebt. Dat maar je hebt ook een beetje van alles binnen, hè? Je hebt volle granen binnen. De chocolade is meer al voor de smaak. Voilà. Goed, want het moet ook lekker zijn. Ja. Alles zit erin. Het zal wel lekker zijn. Met alles wat erin zit, kan het niet anders dan lekker zijn, hè? Oh, ben ik iets vergeten? Oh, zoetmiddel. Is er, we zijn maar aan het pappelen en je ziet, hè? Ja. 40 gram, 40 sorry. Gram, niet te veel. Nu, dat is Erik Ritol, dat heb ik eigenlijk leren kennen ook via Delphine. Ja. Dus dat, jij is een beetje waar dat voor. Dus eigenlijk kan je verschillende soorten zoetmiddelen gebruiken. Wij gebruiken hier erythritol, dat is plantaardig. Het is eigenlijk een zoetmiddel die de bloedsuikerspiegel niet doet pieken. Wat dat je wel hebt met suiker, als je suiker eet, dan gaat je bloedsuikerspiegel omhoog en zeer snel naar beneden. En dan krijg je zinnetjes. Ja, dan krijg je een goesting en nog meer suiker. Dan heb je zo'n energieopstoot. Ja. En daarna een vermoeide dip. En dat heb je niet met erythritol. We hebben dat ook met tagatose. Is ook zoiets. Erythritol is wel plantaardig. Ja, dat dus vind dat ik ook wel een voordeel. He. Dus, ja, het, is daar, ja. Het is hier eigenlijk buiten het eitje allemaal plantaardig. Voilà. We gaan afsluiten. We gaan gewoon erop zetten. Meestal zet ik het ongeveer een 30 seconden begin ik. Ja. Dus je gaat dat mengen, niet? Ja, alles mengen. Oké. Voilà. Ik denk ook het nadeel van een andere soort mixer is dat je, dat dan rap te heet wordt en dan en alles deze, mengt. En deze, weet je wat ik doe? Ik zet dat 30 seconden, ik zet dat op en ondertussen doe ik al iets anders. En het stopt vanzelf. En het stopt vanzelf. Makkelijk. Dus we kijken. Dat is een mooie mengsel. Amai, ja. En wat ik meestal doe, ik heb zo'n die gemakkelijke dingen om reepjes in te steken. Maar heb je dat niet, je kunt het zelfs op een bakplaat gewoon erop leggen. Je kunt kan dat het eigenlijk kneden in gelijke vorm. Ik doe dat zelfs met mijn handen. Mijn handen heb ik juist gewassen. En dat is met siliconen, moet ik zelfs niet invetten in deze. Maar natuurlijk, als je dat in een bakblikje doet, vet dat wel in, want anders krijgen ze het niet uit. Hè. Ja. Siliconenvormpjes vind ik ook wel super handig. Ja, dat vind ik echt wel. Nu moet ik wel zeggen dat die bij mij ook verslijt. Ja, dat is goed. Tijd, dat is goed merk je dat dat in feite er toch in kleeft. Dat is teken dat het versleten is. Dan moet je een nieuwe aankopen. Hè? Dus we gaan die er gewoon in doen. De oven heb ik al voorverwarmd op 180 graden. Dus maar je ziet, die chocolade vermengt zich heel mooi daarin. Maar ja. Ik heb het ook al gedaan met de tabletjes en dan gewoon een gedeelte en die tabletten er zo, de kleine galetjes, gewoon erin gedaan en dan terug toe. Ja. Dat kan ook, hè. Dus, maar ik vind het wel gemakkelijk als ik er en hier zie je ook nog zo'n beetje chocoladestukjes, ja, wat eigenlijk ook wel super tof is. Het heeft, mooi. Nou, even de laatste eruit halen. En dan is het klaar. Exact voor jouw cirkelvormpje. Ja, hè? Het is leuk. Het is leuk. Ja, als Jelske, als Gracie in de buurt staat, vraag ik het meestal: doet jij dat er maar gewoon in? Ja. Dat is alle gewoonte. En we nemen dat zelfs mee op reis als we zo. Want het is gemakkelijk en ze bewaren ook heel lang. Hè. Ik heb dat duurt bij mij niet lang. Maar nee, maar ik heb dat een keer getest. Allee, getest. Het is eigenlijk een toevalligheid. Ik had reepjes mee en ik had dat in een afgesloten potje gestoken in de auto, in de koffer. Ik was dat helemaal vergeten. 3 weken later, ik keek in mijn koffer en ik dacht, oeh, mijn repen zitten hier nog. Ik dacht, dat gaat slecht zijn. Dat gaat ontploffen. Maar dat was even lekker nog. Dus. Mogen nog niet. Ik dacht, amai, die repen zijn eigenlijk gewoon... Na drie weken nog steeds lekker. Ja. Dus, Kijk, dat gaat zo de oven in. Hè? Ja. En 15 à 20 minuutjes, dat is naar gelang uw oven. Bij mij thuis is 20 minuutjes en hier is het soms 15 minuutjes. Maar na 15 minuten even controleren. Hè?
Zo. Dus eigenlijk had je hier maar 30 seconden nodig om te mengen. Ja. 2 seconden om die chocolade te mengen en 15 minuten in de oven. Dus dat, ik zeg van, dat is ongelooflijk gemakkelijk. Ja, dus, dus ik zit er inderdaad langer aan. Met, voilà. Dus dat is niet goed. Dat is beter. Ja, handig. Voilà. Terwijl dat de repen in de oven staan, wil ik even wel doorgeven dat hetgeen dat we klaarmaken, ook in deze toffe boek, dat is echt fantastisch. Dus je ziet de reepjes hier al klaar. Dus, maar vertel jij eens een keer wat het idee van dat boek is. Dus het is ondertussen mijn 6e boek. Die heb ik geschreven met mijn partner, mijn man Bert. En samen zijn we eigenlijk al jaren bezig met gezond eten, sporten, voeding. En we merkten dat iedereen weet ondertussen al wat gezondheid is, wat gezond eten is. Maar soms, we slagen er niet altijd in om dat effectief te doen. En te vol te houden. En door er zoveel mee bezig te zijn en met veel mensen samen te werken, zijn we tot de conclusie gekomen dat we denken dat het vooral gaat over structuur. Ja. Dat we missen. We hebben structuur om de kinderen naar de hobby's te brengen, op tijd op ons werk te zijn. Maar de structuur in voeding en sport, dat missen we soms gewoon. En eigenlijk door het boek heb ik die structuur proberen mee te geven. Door eigenlijk dag per dag mee te geven wat moet je juist eten, boodschappenlijstje, kant en klaar. Dus die structuur heb ik eigenlijk uitgelegd in het boek, maar ook al kant en klaar meegegeven. En dat is eigenlijk, het High Five staat voor 5 weken. Ongeveer 5 ingrediënten. Ik ben er wel niet altijd in geslaagd, maar ik heb het te proberen. Peper en zout telt wel niet. Dat is waar. Maar, alles met de 5 eetmomenten per dag. Dus ontbijt, tussendoor, middagmaal, tussendoor, avondmaal. En alles met de 5, de magische 5. Ja, we hebben het gevolgd en echt waar, het is fantastisch. Wat ik er ook heel veel uit haal is vooral het ontbijt had ik altijd een beetje probleem omdat ik dat brood wou wegleggen, maar wat ga je dan eten? Steven mag totaal geen havermaalpap, dus dat wou al. Dus we moesten echt wel zoeken, daar heb ik heel uitgehaald. En ook wat ik heel tof vind is dat je soms gerechtjes, dat je s'avonds het volumineus genoeg maakt en dat je s'middags, anders is weer die boterhammen, wat gaan we dan eten? De overschotjes soms gewoon eet. En dat smaakt soms zo, s'middags terug een klein beetje opwarmen en En soms is nadien, de dag nadien nog veel lekkerder. Ja, dat heb ik ook. En dat is iets waar ik enorm uit geleerd heb. En wat ik het tofste vind, is ik moet niks niet meer tellen. Ik moet niks niet meer te veel afwegen. Hmm. Vind ik wel heel tof. Ja. En ik heb geen honger. Dat is ook geen honger. Dat is ook belangrijk. Eigenlijk is dat een van de belangrijkste. Ja, want vroeger, want ik heb nog genoeg diëten gedaan en ook gezonde voeding. Maar in de namiddag, is het goedstingsjes om ergens. Ja. En ik ben echt een zoete madame. En dat ben ik ben ook een zoete madame. De chocolade is dadelijk. Dat is super lekker. Het ruikt hier al fantastisch. Ja, het is wel jammer dat je die geur niet kan meegeven. Maar ze moeten het maken. Dat is waar. Dat is waar. Goed, oké. Zo. Ze hebben nog een paar minuutjes nodig, maar wat ik direct al wil bijvertellen is, want dat was een foutje dat ik in het begin een beetje gedaan heb, ze eruit halen en ze redelijk snel willen ontvormen. Belangrijk is om ze eruit te halen, goed te laten afkoelen. Blijf er nog even af, ik weet dat is niet gemakkelijk. Maar laat je ze wilt er al van proeven, maar het mag niet. Dan even wachten, want dan wordt dat terug een klein beetje harder en dan kunnen ze er veel gemakkelijker uit halen. Goed, maar ik ga ze eruit. Dus wel niet van proeven, hè? Ja, even wachten, hè? Want dat is een beetje warm ook, hè, natuurlijk. Voilà, kijk. Voilà. Ze zijn klaar. Meestal wat ik zelfs doe thuis, is ik zet mijn klokje op 15 minuten. Ik zet mijn oven af en ik laat ze gewoon afkoelen. En dus een dag daarna er gewoon uithalen en direct kunnen smullen. Dus, maar dat is ons, ik noem dat delfin ontbijtgraantje. Het noemt ontbijtgranenreep, maar het kan ook perfect als tussendoortje bij de koffie of de thee. Nee, bij ons is dat echt voor het ontbijt. Dat is lekker. Echt ons stuk. Een leuke start van de dag. Voilà. Perfect.